Een mooie prestatie, prachtige sprint. Moeilijke wedstrijd toch, denk ik, hè? Zwaar toch? Ja, in het begin van de wedstrijd voelde ik me niet zo goed. Maar op het einde, de laatste drie rondes, kwam ik er wat door. En voelde ik me beter en beter, dus ja, dan kwam het goed. Ploegenspel goed gemarcheerd? Ja, sowieso. Ik zat op het einde waar ik moest zitten, zat ik. Dus, ça va. Wij dachten aan de meet van die accogrenders, die gaan het hier vandaag lappen. Ja. Als jij dat dacht, is dat zo zeker. Maar jij zat beter dus, hè? Ja, ik zat in een wiel. Maar het was echt nerveus de laatste 4 kilometer. Het was echt duwen, trekken. Het waren veel valpartijen. Maar ik hoop dat iedereen oké is. Wat is jouw volgende wedstrijd? Volgende week provinciaal kampioenschap in Polaren. En dan Ronde van Axel. Je bent bezig aan een mooi seizoen, hè? Ja, 3 overwinningen nu. Dat is mooi. Waar gaat dat eindigen? Dat zullen we zien, zeker volgende week. Hè. Hoe moeten we jou omschrijven als renner? Wat meer klassieke type, met een goede eindsprint. Ik ga je naar het podium laten gaan en laten drinken. Hè. Ja, merci. Proficiat. Merci.